Herodotus, boek 7, paragraaf 160. De Grieken worden bedreigd door de Perzen en zijn bij Gelon gekomen in Syracuse voor hulp. Hij is bereid hen goed te helpen, maar wil daarvoor wel het opperbevel voeren. De Spartanen reageren dat ze dat niet uit de handen zullen geven. Dan maar geen hulp van Gelon. Gelon zwakt hierop zijn eisen af. Hij begint met prostauta en reactie daarop en daarmee wordt de reactie op de woorden van de Spartaan bedoeld. Gelon is onderwerp, de hoofdzin, die wordt vervolgens onderbroken door een bijzin. Epaide is daarbij het voegwoord, aangezien en dan de persoonsvorm. Hora is derde enkelvoud imperfectum van horao zien. Aangezien hij zag en er volgt een ACP, dat houdt in dat er een eigen waarneming volgt. De accusativus van de ACP is tous logos, de woorden. Van wie die woorden zijn, staat in de genitivus tous suargru. En het participium bij de woorden is ape strammenus. Dat is een participium perfectum medium, het is een deponent. Letterlijk betekent het afgewend, dan kun je hier vertalen met afwijzend waren. Aangezien hij zag dat de woorden van suagros afwijzend waren, en dan de persoonsvorm even naar voren haren, ex e freune, dat is de persoonsvorm van de hoofdzin, hij onthulde. Het is imperfectum, het is een niet afgeronde handeling, hij bracht naar voren, en het leidend voorwerp daarbij is ton telautaion en dan ton de logon. Dit voorstel, ex e foine, bracht hij naar voren. En dan svi is bij Herodotus gelijk aan autois of autois, in dit geval autois, aan hen. En daarmee worden de gezanten van de Grieken bedoeld. De anef is xeine spartieta, de Spartaanse gast, gastvriend. Hij begint daarna met een algemene uitspraak en dat noem je een sententia of een gnome. Let op dat beide benamingen in het examen genoemd kunnen worden. Een algemene uitspraak die betrekking kan hebben op een specifieke situatie. De oneidea is onzijdig meervoud, is de verwijten. Participium cationta congrueert daarmee de verwijten. Participium praesens van kataimi, treffend. En wat de verwijten treffen, staat in de dativus, een mens. Wanneer verwijten treffend een mens, en dan is de persoonsvorm file ei, is een derde persoon enkelvoud, want bij een onzijdig meervoud als onderwerp, oneidea, onzijdig meervoud, kan de persoonsvorm een derde persoon enkelvoud zijn. De verwijten filia hebben de neiging, hebben de gewoonte, infinitivus hoort erbij eb, anagein, in opstand te brengen, en tontuman is daarbij het leidend voorwerp, het hart. Met antropoi bedoelt Gelon zichzelf. En deze algemene uitspraak gaat dit keer niet op volgens Gelon. Hij voelt zich beledigd, maar wordt daar niet boos over. Dat zegt hij ook in het vervolg. Hij begint met su, jij. Daarmee wordt de Spartaan siagros bedoeld, de Spartaanse afgezant. Jij mentoi echter apodexamenos, een participium aoris, dat is mannelijk nominativus enkelvoud, congrueert met su, is van het werkwoord apodeignumi, vertoond hebbend, nadat je vertoond hebt. En het leidend voorwerp daarbij is de hubrismata, de beledigingen. Daarmee bedoelt hij de korte, botte weigering op het opperbevel van Gelon. Het participium is hier heel goed met hoewel te vertalen. Dus Suagros had voldaan aan de voorwaarden in de algemene uitspraak. De oneidea, daarmee worden de hubrismata gelijkgesteld. En dan nog de dativus en doilogoi in jouw woord, in jouw antwoord. Hoewel je in je antwoord beledigingen hebt laten zien. En dan de persoonsvorm. Heb ei, zaas.
Een tweede persoon enkelvoud. Het onderwerp is su, suar gros. U niet. Epizas. Heb jij overgehaald me, mij? En bij mij staat bijvoeglijk naamwoord. Aschemona. Onbeschaafd. En dan gunestai. Onbeschaafd te worden. En tij. Amoy bij in mijn antwoord, in mijn reactie. En dan geeft hij aan, hoeko, waar, aangezien, humeis, aangezien jullie, hoeto, zo, perieegeste, zo belang hechten aan, gesteld zijn op en waarop je gesteld bent of waaraan je belang hecht, staat in de genitieve stes, hegemonies, aan het opperbevel. Aangezien jullie zo gesteld zijn op het opperbevel en dan nog even een steek onder water, hokois. Of oikos, sorry. Redelijk, passend, kai ook. Hierbij moet je esti aanvullen, is het. En dan volgt er een aci. De a van de aci is eme, dat ik. En de infinitivus is periegestoi, dat ik erop gesteld ben. En het is passend dat hij er zelfs malon, meer, humeon, meer dan jullie op gesteld ben. Malon, achter malon volgt er een genitivus comparationis met wie het woord vergeleken staat in de genitivus. Het kan ook e plus een nom of een ak gebruikt worden. Is het meer dan redelijk dat ik erop gesteld ben, meer dan jullie? Hierbij volgt een uitleg. Het participium eonta congrueert met het onderwerp van de ACI, eonta, is het participium presens van eimi zijn, epsilon, moet je weghalen en dan hou je de attische vorm onta over. Dat ik, eime, eonta, zijnde, en wat je bent staat in dezelfde naamval, dit is een accusativus enkelvoud, dus hegemona staat ook in de accusativus, dat ik aanvoerder ben en waarover je aanvoerder bent staat in de genitieve straties, te polla, plesies. Te achter een woord is hetzelfde als kai ervoor. Het straties, het leger, is polla, plesies, veel groter. Dat ik aanvoerder ben van een veel groter leger. En kai, neon, pluion, pluion is gelijk aan pleionon. Neon zijn de schepen, van schepen, pollon, pluion, van veel meer schepen. Nou, en als je de cijfers die Gelon in paragraaf 158 heeft gegeven, meeneemt, als die kloppen, dan heeft hij hier wel een punt. Hij levert veel meer manschappen en schepen aan en zou er dan niets voor terugkrijgen. Maar, epijten, maar omdat, hologos het voorstel... Hologos, het voorstel, humin, voor jullie. En dan katistatai is de persoonvorm, blijkt te zijn, en wat blijkt te zijn? Apo of prozantes, moeilijk te accepteren. Zo hooghartig wordt ook wel eens verteld. Blijkt te zijn of overkomt op jullie. Maar omdat het voorstel op jullie zo hooghartig overkomt, is een tweede vertaling. Wij, daarmee bedoelt Gelon zichzelf en de inwoners van Syracuse, en dan hyp eixomen is een futurum van hyp eiko, wij zullen afwijken, die iets, en waarvan zij afwijken staat in de genitief stu agaiologo van het oude voorstel. Er volgt nu een nieuw voorstel waarin Gelon het opperbevel splitst over de twee disciplines land en zee. En die worden steeds tegenover elkaar gezet. Eerst hebben we dat met een mende-constructie. Ei toe, men, pexiu, petzu is het landleger, petzu verwijst naar voet. En toe de, maar tegenovergesteld, nautiku is dan... heeft te maken met de nauten, met de zee. Als
En dan de persoonsvorm is een optativus. Hij geoiste. Als jullie aanvoerder zijn. Als jullie de leiding zouden nemen. En waarover je de leiding neemt staat weer in de genitivus. Over Petsu, over het landleger. To de nautico, over de vloot. Ego, ik. En daarmee moet je een vorm van het werkwoord hegeomai aanvullen. Hier hebben we dus een parallele structuur. Eerst wordt de discipline genoemd, petsu of nautico. En vervolgens de persoon om wie het gaat, jullie en ik. Nou, dan volgt er nog een tweede optie. Maar, zegt hij als humin voor jullie. En dan henone, plezierig aan te vullen. Esti, maar als het voor jullie plezierig is om, en dan eerst de infinitives, hegemonuijn, het bevel te voeren, en weer over wat staat in de genitives, en dan hebben we hier het lidwoord toe. Stratu moet je hierbij aanvullen over het leger, kata plus een accusativus, over het leren kat, talasan op zee. En dan zegt Tupetsu over het landleger, ego, telo, wil ik dan wel vul aan het bevel voeren. Het oude voorstel was dus het hele opperbevel en nu vraagt hij slechts de helft. Hij sluit af door de twee opties nogmaals te benoemen in een opsomming. Elke optie wordt dan voorafgegaan door het woordje e of... Of kai en ofwel toisi met deze en dan aan te vullen woorden. En dan bedoelt hij dus het voorstel om de macht te delen. Greon esti, is het nodig dat, en dan ACI, de accusativus is humeas, dat jullie, en de infinitivus is haar resketai, dat jullie genoegen nemen. Of, tweede optie is. De A blijft identiek, humeas, dat jullie ap ienai weggaan. En dat doen ze eremus, congruit met humeas, zonder verstoken van summagoon toyonde zodanige bondgenoten. En met die zodanige bondgenoten bedoelt hij zichzelf of zijn hulptroepen.